Yo mensen, welkom terug bij Just Gaming Jason. Zoals jullie zien, daar ben ik weer. We zitten vandaag op Fortnite. En ik en Just Watch You hebben echt gaan echt iets geweldigs doen vandaag. Als jullie willen weten wat er allemaal gebeurt, kijk dan verder. En ja, dan gaan we niet langer doorlopen praten hier. Dan gaan we door naar de video. Ik zou zeggen, geniet ervan en check it out. Check you guys later. Peace out. Zo, nou dan gaan we even kijken wat we gaan landen, maar dat is de ronde, de eerste poging. Poging nummer 1. Waar gaan we heen als poging 1? Wat is een slimme plek om te beginnen? Ergens op een dak in Lazy Lake? Oh, streek gelijk Lazy Lake, Ja. ja. We dachten allebei hetzelfde, gewoon YOLO in de mix. We gaan gewoon gelijk op een groot dak beginnen. We beginnen gewoon het hoogste gebouw wat er is en dan gaan we op het dak staan. Doen we gewoon een emote van het traversal, maakt niet uit welke we doen. En we gaan kijken wat er gebeurt, mensen. Dus mensen, ik zou zeggen, enjoy the show. Want dit gaat echt even een fall video worden. Dit gaat echt falls inkomen ook zo. En als je net een seconde staat, dan moet je waarschijnlijk pickaxe to death of zo. Nee, maar ja, daar doen we het voor. We doen het voor de, het is voor de lol, het is niet serieus bedoeld. Het is gewoon om te kijken hoe lang we het vol kunnen houden. Dit bedoel ik. Wat dit bedoel ik nou? We zitten nog geen 5 seconden in het potje of we zijn al gekild. Nou, oké, mensen, volgende nieuwe poging. Ik zal gelijk op ready up hoor. Oh. Kijk mensen, daarom geven we het meer pogingen dan één. Want je hebt zulke mensen die je gelijk afmaken. Die gewoon niet de lol inzien van een video. Die niet de lol inzien van een meme. Want je zit er gewoon een meme na te doen hier zo. Want ik denk dat de meeste mensen die kijken, die weten wel waar dit vandaan komt. Want Laserbeam is ook een van de eerste grote echte idioten die begon met zulke dingen te doen. Ook heel veel. Zoals letterlijk in een potje zitten en win krijgen. Gewoon door het hele potje te zitten en een win te halen. Like dude. Even serieus, het is hem gewoon gelukt ook nog. Like, kom op. Nee, was toch lachen, joh. De eerste partje waar we in zitten, gelijk meteen boom dood. Oké dan. Gezellig. Dat weet je, die speelt voor de kills. Ja, die speelt voor de kills. De ene speelt voor de wins, de andere speelt voor de kills. Ja, dan wel gelijk weer lezen leken, kijk. Ja, toch? Ja, we hebben iedere keer geluk met deze leek, joh. Kijk, het is toch lachen, joh, zoiets doen. Ja, zoals voor mensen, zoals iedereen. Ja, het is weer leuk om een keer een win te halen, maar kijk, zoals dit is toch ook leuk om een keer te doen. Gewoon lekker even een beetje klooien in de game. Gewoon een beetje kijken, gewoon emotes. Emotes zitten er met een reden in. De ene doet er toxic mee. En wij doen er als een stel idioten mee en gaan kijken hoe lang we het volhouden. Oké, kijk of het nu wat langer duurt. Mijn geluider is echt heel erg gebukt, merk ik. Gewoon het geluid is veel te laat, komt dat. Oké, er is één iemand op Hij dat is dak. waarschijnlijk dood, ja, hij wordt waarschijnlijk dood. Maar ik ga gewoon landen. In één boot. Kijk die gozer dan, hij doet niks. Kijk. Kijk, hij gaat waarschijnlijk gewoon zijn ding doen. Als hij gewoon zijn ding gaat doen, is er niks aan de hand. Mensen, shoutout naar hem. Tot nu toe doet hij gewoon chill. Hij kijkt gewoon en laat ons gewoon gaan. Hij ziet dat we geen wapens, niks hebben. Wat kunnen we doen? Niks. Ik wil zeggen, neem je shield maar in Ja, hoor. hij ziet ook, weet je, we laten hem shield innemen. Ja. Hij denkt, daar is voor me geen gevaar. En. Nee, ik moet nou deze even doen voor hem, hè.
gewoon mensen, kijk, dit is nou een leuke iemand om te hebben. Gewoon iemand die, kijk, dan hoef ik... Oh, kijk, mensen, hier hou ik, kijk, van zo... Hij weet ook niet wat ik moet doen, hij denkt, wat is dit? Ja, hij weet niet wat er overkomt. En we hebben de eerste cirkel mee, dus we kunnen hier gewoon de hele tijd staan tot de cirkel verdwijnt dan. En dan gaan we gewoon verder als de volgende cirkel komt. Oké, dan, hij weet niet wat hij moet doen. Hij weet niet wat er overkomt. Ja, hij wil volgens mij dan maar meekomen. Moeten we de emote wel opnieuw doen waarschijnlijk als we hier naar beneden springen, want het is een beetje hoog. Wee! Oké, dan hij weer. Oh, hij gaat weg. Oké, mensen, shout out naar die guard, want hij laat ons gewoon echt leven. We gaan via dit gat. Ja. Kijk, hij dit is wel een leuk iemand. Gewoon iemand die je laat leven en gewoon je ding laat doen. Oh, even opnieuw. Mensen, ik laat ook van Just Watch You, de kanaallink staat in de beschrijving. Kijk ook, check hun vooral ook even uit. Ze zijn hard op weg naar 3k, weet ik zo al. En met jullie hulp kunnen ze er ook komen. Oh. Ik ga zo meteen deze iemand als favoriet zetten en even één zo'n traversal gewoon. Kijk maar, ik ben gebukt. Ik ben geglitcht op dat ding heen. Wauw, jongen. Nou, het was leuk zolang het duurde. Nou, shout-out naar Numa Junior, die skin. Hij liet ons gewoon de hele tijd leven. Hij deed ons niks aan. Oké, kijk, hij voelt zich nu heel goed, mensen. Dat zie je wel, hè. Die verworren actor. Die voelt zich nu echt een pro. Oh, joh, ik heb twee mensen gekild die gewoon stonden te emoten. Ja, jongen, dat is echt... Oh, jongens. Dat doe ik hem niet nou, hoor. Twee mensen die emoten killen, hoor. Dat kan ik niet. Ik zou nog missen. Nee, maar joh, kijk, dit is nou leuk. Als we weer geluk hebben, krijgen we weer Lazy Lake. Hoe heeft die andere gozer hem niet wel kan zeggen? Kom op, Neymar, pak hem! Oh, mooi, die gozer die onze leef heeft hem gekild. Oké, mooi. Ik wou zeggen, hij mag niet dood, hij moet leven. Hij liet ons ook leven, dus hij verdient het om door te gaan naar de volgende ronde. Ja, maar ik landde naast hem, hij dacht volgens mij echt zoiets van, wat? Ja. Maar ik ging gelijk emoten, weet je, van ja. Ja, ik denk, ik ga gewoon kijken naar hem en ik zat te kijken. Hij ging daarna crouch en dan weet je gewoon van, kijk, hij wil vrienden zijn. Als ze dat doen, is de meeste gametaal is dat gewoon van vriendschap. Kom, vrienden. En voor sommigen is dat gewoon een teken van, ik ga crouch, en dan denk je, oh, hij wil vrienden zijn, dan denk ik, boom, headshot. Ik heb het meegemaakt. Oké, moet even oefenen met emoten natuurlijk. Ja, ik ga gelijk proberen op de reversal te staan met emotes, dat hij gelijk goed staat. Ja, ik weet niet of het nu druk wordt, weet ik niet. Slurpie wordt wel druk. Slurpie doen? Gewoon op het hoogste gebouw in Slurpie landen. Dat is die ton. Ja, gewoon bij die ton, op de ton landen zelf of? Ja toch? Ja, dan gaan we doen. Gewoon op de ton landen. Of is die schoorsteen? Nee, die schoorsteen. Ja, die schoorsteen. Dus de ene moet op de ene schoorsteen, de andere moet op de andere schoorsteen. Ik pak de naast wel, Saartje. Wel één probleem, als ja, ons... Ja, hoogste. Is goed. Ik laat de kist gewoon staan, hoor. Ja, maar op die kist dan dansen. Ik ben al wat vegen, hoor, op die kist. Hij is een beetje vies, dus ik moet even wat stof eraf vegen. Hey, Peter, kijk eens naar boven. Pak de inhoud in de kist, maar ook hoef het niet.
Deze kijker gaat gelijk voor de kill ook. Klootzak. Ja. Dat was, oh, dat was zijn teammate ook nog die dat deed. Zijn teammate slaat er naar beneden toe. Misschien als zijn teammate niet in de gaten dat hij er ook op stond. Maar die dacht natuurlijk dat ik er alleen op stond. De emote nog eens een halve garen. Ja, waarom laten we... Echt waar, de eerste, die tweede poging was het leukste tot nu toe nog. Leukste, ja. Want hij liep er, hij zat te kijken van... Crouch, crouch. En liep er verder. Gewoon echt... Hij was echt heel awkward te mijnen zat hij daar. Echt gewoon heel awkward van... Oké, wat moet ik doen? Oh, die anime scan, ja, die wil ik ook nog wel hebben, die drie, maar ik geef je viewbugs. Je hebt degene gekillt, dus goed volgens. Ja. Die heeft onze revenge gepakt. Zoals jij, jij bent door een boog gepakt daar zo. Weet je, als ik iemand zie je emoten, dan laat ik ze met rust. Ja, daarom. If you shoot me, I shoot back. Dat dus. If you emote, I emote back. Nou mensen, dan gaan we dan. Nieuwe poging, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oh. Ja, ze oefenen. 7 seconden lang. I'm fast as fuck, boy. Even kijken, ja, lees je hier, hè? Lees je nu? Weeping Woods. Ja, Weeping Woods kan ook nog wel druk worden. Waarom moet je bij Weeping zo landen? Ja, Weeping wordt niet zo druk, denk ik. De hele Lazy Lake of Slurpy of Retail misschien. Nee, Retail heb je niet een mooie plek om te landen. Ik denk Lazy doen maar, hè. Gewoon weer op het grote huis, waar we net hadden, anders steeds gewoon dit huis. Dan zien we vanzelf wat er gebeurt. Ik snap wel dat sommige mensen deze papieren glider gebruiken, want je hoort hem echt heel, heel zachtjes hoor je maar als je hem uitgooit ook. Die gaat voor de kill, let me op. Ja, zie. Oh, echt waar, dat is echt zo'n iemand die alleen maar voor de kills gaat gelijk ook. Nou, ready up, volgende ronde. Die gozer weet wel, als ik het wapen had gepakt, dat hij echt heel, heel erg de lul was, hè, zo, zo. Hij weet wel dat hij dan echt gewoon zwaar geoond was door me, als ik dat had gedaan, hè. Ze zijn gelukkig video aan het opnemen, hij heeft geluk dat we aan het recorden zijn. Jongeman, jij hebt geluk. You are a very lucky person. Tijd voor Red Bull. Mensen, niet sponsored by the way. Even laten horen, het is niet sponsored. Het was maar zo'n feest. Hoi. Zo. Kijk naar Ninja, die heeft dat wel. Die heeft ook letterlijk een Red Bull koelkastje staan. Maar wat denk je dan? Zo groot bent, ja, dan kun je dat wel voor elkaar krijgen als ze dat willen. Het is natuurlijk of hun het willen, jij kan het wel willen graag, maar als hun niet zeggen van ja het wordt niks, ja dan wordt het niks hè. Oh, maar ik ga gelijk mijn emotes even goed zetten, gelijk op traversal emotes. Deze leek er dus. Ja, je hebt er best wel mee in de tijd. Ja, daarom.
Oh jongens, oh jongens. Oh jongens. Gekkenhuis. Ja, dat is. Ik ga proberen. Is hij nou weggegaan? Ja. We hebben heel veel geluk gehad volgens mij, want die was echt op kills uit, zag ik al. Nee, er is daar volgens mij iemand, hier zo. Ik ga hier staan, dan kunnen ze het dak niet slopen. Als ze het dak slopen, dan blijven we staan. Dan gaan ze die paar dingen hier slopen, die tegels daar zo en zo. Denk ze, waar blijft het geluid vandaan komen? Wat gaat hier? Hier is hier! Echt hoor. Ik ga even kijken of ik mensen zie. Het valt me wel altijd op als je net het potje begint. Iedereen zit ergens in een huis te looten of zo. Oh, daar is iemand buiten. Oh, hier beneden is het ook gezellig hoor ik. Ja, hier ook zie ik. Oh, kijk naar de cirkel waar we straks heen moeten. Oeh, jongens. Oh hier, kijk eens, oh, een mooie showtje hoor. Ja. Ja, hey, ja, daar mensen. Daar is toch iemand aan het looten, daar is toch iemand aan het looten, kijk, in die huis. Nou oh, ja, die, ja. In die hout. Die houten jongen. Daar heeft iemand een lekker racefeestje, een racefestijn. Die denkt ik doe aan de Formule 1 mee. Kijk dan, hier, huppatee, daar gaat-ie hoor. Mop, 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 wegwezen, gas erop. Oh, daar gaat-ie hoor. Waar rijdt hij helemaal heen? Ah, daar beneden loopt iemand. Een Brutus voor. Nee, dat andere skin is het. Geen Brutus skin, ik dacht dat het Brutus was. Oh, daar wordt gevochten ook in dat winkeltje. Ja, zeg, er liep iemand heen nog ook, een andere persoon. Naar de. Ik ga wat hoger opzoeken hoor, dan kan ik het beter zien. Zo, kijk eens aan. Oh, oh. Ja, mensen daar. Oh, kijk eens. Oh, oh, hier beneden. Oh, ja. Oh, oh, fitty, fitty, oh. Mensen, fitty, fight, fight, fight. Sorry, dat moet even. Beneden ons. Verderop ook nog bij Zuidoost 118 zag ik iemand een beetje bij het huisje bij 130. Beetje heen en weer lopen, helemaal gek maken die gasten. Ze zit echt recht onder ons volgens mij, als ik het zo hoor. Maar we moeten wel opletten wat. Oh, zag je dat? Oh kijk, ze hebben hier geslagen op deze. Ze hebben die geslagen, kijk maar, die heeft minder helft dan de rest. Ja. Oh, hij stond recht onder ons, zag ik hem. Hij stond recht onder ons te gaan, naar beneden, binnen te gaan naar het huis. Oh. Ja, hier zitten twee mensen. Oppas, ze horen granaten. Oh, granaten. Jongens, doe ze rustig aan, we staan er ook nog. Maar wordt het helemaal gek hier onderop.
Moeten we opschieten met weggaan nu, want dan moet ook weg zo meteen, anders zetten we een storm zo. Zo, dan moeten we wel even een auto pakken, maar ik kom naar de cirkel te rijden snel. Ah, jongens. Ja, de storm komt eraan, ja. We're effed. Oh. Nou mensen, dit was een goede ronde. We hebben het lang volgehouden, top 40. Oh, mooi. Hey. Ze blijven hier ook maar vechten hier beneden, hè? We zijn er ook nog. Hey. Even helemaal veel lawaai maken. Dangerous dead. Mensen, we gaan onze dood tegemoet op onze manier. Dansend. Gaan we het nog naar buiten redden? Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Dat gaat erom hangen, denk ik. Oh, allemaal loot hier. Wel verleidelijk die bandage. We hebben het naar buiten gered weer. Niet helemaal, maar we zijn buiten. Goed jullie gekend te hebben. Ja, later. Later. Jij eerst down daarna, ik. Ah, jongens. Ja. Dit was een leuke poging. Oké, nieuwe ronde. Waar zijn ze nou allemaal? Ik hoor de hele tijd gekend. Ja. Die gaan echt replay kijken. Dan denk ik ze echt van... Meen je dat nou? Maken ze nou echt een grapje, denken die dan zo meteen? Are you kidding me? Toch wat anders. Ik ben er vier keer langs gelopen en ik heb ze nu gewoon. Ik heb niemand gezien. Why are you bullying me? Ja, dat was wel het langste potje van dit. Dus. Ja, daarom. We moeten echt nog één. Ik heb weer goede hoop. Daarom, als we nu nog één potje hebben, even dat mooie gat, dan. Mensen mee gaan doen, de weg gaat vrijmaken voor ons. Want ja, oh, dat is perfect dan. Ja. Die gewoon beschermen eigenlijk. Gewoon een soort van beschermen eigenlijk. Dat ze wel gewoon ver weglopen als ze gaan vechten, dat ze niet bij ons staan. Letterlijk, dan is het helemaal team als ze gewoon ver weg gaan rennen. Het zou mooi zijn als ze een tijd tunneltje bouwen, dan we door het tunnel. Ja. Dance moves hier. Kijk naar de cirkel, perfect. Het lezen leek het is. Als we nou een keer als eerste kunnen dan ook, hè? Ja precies, zoals net één keertje. We hebben het één keer gehad, maar toen hebben we nog steeds tegelijk gekild. Ja mensen, we gaan er weer voor. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Oh shit, ik ben laag. Ik ben veel te laag, kut. Nou, ik ga hier op de berg staan dan. Ik ga gewoon midden op een bergje staan, want ik ben echt veel te laag. Ik heb even niet goed ingeschat nou. Dus ik ga midden op de bergje staan. Kijk hoe lang het duurt om mensen langslopen en kijk wat ze doen dan. First player in the match to touch the ground. Ja, maar niet op. Ik hou even die bomen weg hier zo. Kunnen mensen maar zien wat ik aan het doen ben. We gaan een heel podium bouwen, wacht even. We bouwen gewoon een heel podium voor onszelf. Zo? Ik ging te snel. Oh. Ja, jij hebt hem volgens mij of niet? Oh, niemand heeft edit van. Ik kan zeggen, ik pak nog even een beetje hout erbij. En dan kunnen we helemaal dichtmaken. Even een open edit. Weg, en dan gaan we beginnen. En dan degene die ons killt. Als ze ons killen, hebben ze gelukkig. Dan hebben ze gratis hout nog voor wat ik drop dan. Ik heb 108 bij me nou. Ik doe nog één boom en dan kom ik eraan hoor. Ik plaats het wel neer, open jij ze, edit jij ze open? Ja. Zo, kom maar aan hoor, ik sta er weer. Oh. Oh. Dat ging helemaal verkeerd, die edit. Zo. Oké, zo, even opnieuw. Zo, kijk, zo moet die zijn. Nog een dak erbovenop. Why not? Ja, dit is ons beste werk van nu toe hoor. Oh, echt, hoor. Dit gaat echt niet mooi om normaal uit te zien. Dit is gewoon echt te gewoon mooi voor woorden, zoiets. Kijk, mensen, als er nog een andere video online komt, dan wordt het een klein, kort videootje om te kijken hoe dat buitenkant eruit ziet. Hoe het met de andere kant vanuit, zoals je als speler naar ons toe komt rennen. Dan ga ik in replay mode kijken, want dan kun je vaak het beeld anders draaien. En dan moet ik echt zien hoe dat eruit is op die kant. Maar die ga ik op mijn TikTok plaatsen dan. Dus jongens, kijk vooral op mijn TikTok ook. Just Gaming Jason. Drop een followtje en dan gaan we ervoor. Die bomen zijn eigenlijk wel onderweg hier, hè? Deze twee, vind je niet? Moet je straks toch die kant op? Ze komen straks toch deze kant op, denk ik. Kijk maar naar de cirkel. Ja, de cirkel gaat die kant op naar achteren. Volgens mij als mensen dit zien van een afstandje, wat zullen ze denken dan? Als ik het zie, denk ik, wat? Dan ga ik wel even kijken. Ja, daarom. Sowieso voor de mensen die dit als video zien. Laat weten in de comments wat jullie van deze actie vinden. Of we het vaker moeten doen. En laat een like achter ook. Dat helpt ons allemaal heel erg. En als je een like achterlaat, dan weten we van, oh, dat willen ze vaker zien. Hoe meer likes, dan weten we gelijk van, oh, dit moeten we vaker doen. Dus zulke acties. Er gaan sowieso waarschijnlijk nog meer meme video's aankomen. Dat we meme proberen te winnen. Oh ja. Even wachten dan, misschien komen ze hierin. Ik ga even vegen of even netjes maken voor de mensen als ze komen. Oké, ik ga even vegen hier voor u. Even vegen hoor. Het ziet er niet uit eigenlijk, hè? Echt zo dom eigenlijk dit, maar ja. Zo, even netjes gemaakt voor als de mensen komen.
Zo, dan gaan we weer mensen, we gaan weer dansen. Waar blijft? Dan dus. De hele tijd komen er om zoveel mensen voorbij of steeds en nou gewoon niks. Hebben we een mooi podium gemaakt voor ze, dan komen ze niet. Vind je het podium niet mooi? Dat dus. Nou, als ze zien dit, is het een enkel way. Kijk, die bouwkunsten, daar blijf ik uit de buurt. Ik wou zeggen, ze zijn wel zieke bouwkunsten, dit hoor, dit doe ik zo. Oh, echt hoor. Nou, ik hou even nog hard voor de cirkel, want hij komt steeds dichterbij. Ze moeten zo meteen even gaan verplaatsen dan. Oh, kijk, er wordt gevecht, hoor. Ja, ik zie het. Ja, hier zo. Wordt behoorlijk geschiet. Oh, hier een boot. Wordt ook gebouwd nou hier recht voor, wat dichterbij. Ik ga zo even als naar achter dansen. Als de storm echt te dichtbij komt, ga ik even rennen hoor, want we moeten nou sowieso hierheen. Dan is het weer even veilig. Oh shit. Fuck. Nou, ik ren even naar in de cirkel daar en dan ga ik weer verder dansen. Ja, ik pak even wat steen voor een nieuw podium. Ah, ik doe met je mee. Ah man, maakt niet uit. We gaan toch uiteindelijk niet kunnen. We gaan toch niet voor de wind. Dus een beetje damage maakt niet uit. Maar niet te veel damage is wel weer irritant natuurlijk. Staat hier niet de campfire bij deze luid? Bij deze dude hier. Martin, kom hier. Oh jee, Peter, kijk die cirkel, kijk waar we helemaal heen moeten. Oh jee. Ja, dat wordt lopen. Ik ga op mijn normale weg staan en ik ga emoten. Daar zijn mensen. Het wordt nu al emoten, kom. Hup. Oh nee, hij pakt een auto, kijk maar, hij heeft de vrachtwagen gepakt. Dan pakken wij de taxi. Dom, dan vluchten we even naar de cirkel toe en dan gaan we daar een podium bouwen en dan gaan we gelijk dansen. Ja, je kan de weg helemaal volgen, deze. Auto achter je. Ik hou hem in de gaten, ja. Oh, hij begint te schieten. Oh. Nou, hij weet niet dat wij natuurlijk alleen één motor. Dus. Hey. Ik ben down al. Oh. Ik ben dood. I see you later! Ja, jochie, hey. Hè? Wat heb je nou voor looten? Lekker niks, jongen. Karma is een biatch. Het leuke is nou, we gaan nu op zoek naar dingen, naar een taxi weer en dan zien ze je niet meer rijden. Zal ik je ophalen? Ja, mijn car ligt er nog maar, ik weet niet of hun nog hun zijn. Oh, ze komen eraf. Oh ja, daar komen ze. Jouwe joh, wat heb je nou voor loot, hè? Niks. Niks, haha. Ja, nou, we gaan nog één poging wagen en dan neem ik eventjes een pauzetje gauw. Korte pauze, even wat drinken beneden en zo. En dan gaan we eens kijken hoe het gaat voor de rest. Kijken of we nog wat leuke clipjes kunnen maken met z'n tweeën. Nee, we gaan nog één keer proberen mensen. Dan kijken hoe het gaat. De laatste poging, de final countdown hoort het nu. Dus laten we hopen op lieve mensen die gewoon meedoen of gewoon kijken en ons laten leven.
Ja, hey, weet je wat, je kan het niet voorspellen wat ze doen. De ene blijft je laat je leven en de ander die maakt je af. Je kan het niet voorspellen. Ja, maar sommigen die doen mee. Ja, dan, de ene doet mee en de ander die keelt je. Ja, de ene denkt van, F you, ik schiet een korrel door je kop en dan denkt... Oeh, leuk. En mensen, waarschijnlijk in de eerstvolgende video die hierna, na deze video live gaat, heb ik waarschijnlijk geen bril meer op, dan heb ik lenzen. Dan heb ik daarna waarschijnlijk wel weer een tijdje, daarna heb ik wel weer een speciale bril op met lenzen eronder, maar zo'n speciale gamebril voor die blauwe lichten, voor de gamen te filteren, zodat ik langer kan gamen. Minder last van mijn ogen krijg natuurlijk. Oké, dit ziet er echt gewoon perfect uit ook. Waar gaan we heen? Pleasant Park doen? Ja. Dan daar in het middenland, op dat het middenste gebouwtje daar zo. Je weet hè, dit wordt een gek huis hier. Pleasant is altijd een gek huis. Dus als we hier weten te overleven tot de volgende cirkel, dan hebben we echt, dan hebben we het goed gedaan. Waarschijnlijk gaat het niet komen mensen, die volgende poging, maar dat maakt niet uit, de volgende cirkel. We gaan het proberen. Ik zit te twijfelen, zou ik gewoon op het dakje landen daar zo van het middelste gebouw? Why not? Hey, why a nut? Broem. Die reclame blijft zo irritant soms als je hem te vaak ziet. Oké, nu afwachten wat er gebeurt, hoe lang we het volhouden. Oh, kijk, kijk, doorlopen, hij loopt door. Wat? Dat hoor je toch dat iemand boven je nek staat, de emote, boven je hoofd. Oh, wauw. Oh, jongen, echt wat. Nou, mensen, het was leuk zolang het duurde, maar. Het is niet anders. Nou, mensen, ik wil jullie echt heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie het ervan vonden, laat het weten in de reacties wat jullie ervan vonden. Laat een duimpje omhoog achter. En vergeet niet ook Just Watch uit te checken. Hun knallink staat in de beschrijving, helemaal bovenaan. En dan zie ik jullie weer in de volgende video, mensen. Peace out, guys.